De Radboud Universiteit van Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen organiseerden op zaterdagmiddag 26 maart in wijkcentrum Westrooien de Giro Fiets Campus. De Giro Fietscampus staat volledig in het teken van kennis delen en ervaring opdoen rondom fietsen. Tijdens de Giro Fiets worden inhoudelijke publiekslezingen afgewisseld door praktische workshops en interessante experimenten. Hoogleraar Sportsociologie Koen Breedveld van de Radboud Universiteit gaf een lezing over de maatschappelijke effecten van grootschalige sportevenementen. En bekeek wat we er als samenleving eigenlijk aan hebben. In de publiekslezingen stond de fiets centraal. Docenten en hoogleraren keken ieder vanuit hun eigen expertise naar de fiets. en vertaalden dit naar praktische workshops voor wielerliefhebbers en fietsgebruikers. De Giro Fietscampus vindt naast Diel ook plaats in Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Ede en Apeldoorn. Doel van de Campus is het delen van de wetenschappelijke kennis rondom de thema's sport, economie en welzijn, maar natuurlijk ook om zo de inwoners van Gelderland enthousiast te maken voor de start van de Giro d'Italia in onze eigen regio in mei van dit jaar. Je kunt Giro Gelderland volgen op de website girogelderland.nl en via onze social media kanalen.